Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer Henk de Jong, ik ga je de onmogelijke vraag stellen. Wat was het mooiste moment van de avond? Er waren zoveel momenten. Ik vond het wel een hele mooie aanval. Ik vond het meerdere mooie aanvallen. Ik vond wel weer een ouderwetse Moulin, Jacobs, Muren. Dat was ouderwets. Dus dat vind ik wel genieten. Ik vind sowieso de hele avond genieten van echt voetbal van beide kanten. Ja, want het was natuurlijk ook een emotionele avond voor Yashinho Antonia, om daar nog even op in te haken. De goal deed hem veel. Hoe ben je met hem de afgelopen week omgegaan? Ik heb hem even wat rustig gegund. Hij was afgelopen week niet goed ingevallen, maar die jongen heeft zoveel meegemaakt. En heb ik hem ook uit de basis gehouden, want je zou zeggen, daar kan je ook mee spelen. Maar ik vond dat eventjes dat het anders moest. En ook gezegd dat ik hem graag wil helpen, dat hij dingen loslaat. En dat kan niet in één keer, want er zijn zulke gekke dingen gebeurd. En dan vooral op leed, dus verdriet. Maar dat hij dat doet, en een goal maakt en voorzetten en even weer ouderwets sprint, dat vind ik wel mooi. Daar geniet ik wel van. En de goal vond ik natuurlijk fantastisch voor hem. Het zijn natuurlijk wel de leuke wedstrijden om te voetballen. Jij ook als voetballiefhebber. Twee voetballende ploegen vanavond tegenover elkaar. Een jong PSV dat agressief en fel begint. Jullie komen al vroeg op achterstand. De ploeg is daar heel goed mee omgegaan. Ja, maar je weet dat. Zij krijgen toch een paar kansen. Want ze kunnen goed voetballen. Spelen met veel mensen naar binnen. Veel technische jongens. Zo. En dat zijn grootste talenten van Nederland. Hè? Samen met Ajax en Feyenoord. En PSV, dit PSV dan. Hè? En AZ. Dus je weet altijd dat ze een paar kansen krijgen. Kijk, en als zij dan kunnen draaien en zij kunnen een steekbal geven. En dan is die spits met zijn snelheid is weg. En wij moeten eerst naar draaien. Dan krijg je het moeilijk. Hè? Volgens mij was David Zambisse die de buitenspel opheft. En die moet goed op lijn blijven. Dan komen ze in 1-1. Dat weet je eigenlijk van tevoren dat het 1 of 2 keer gebeurt in de wedstrijd. Hoor. Eigenlijk zijn dat ook momenten die je gewoon niet kan voorspellen. Want 1 minuut daarvoor kreeg Jacob zulke grote kans. Had het ook 1-0 kunnen staan. Ja, daarvoor kregen wij een kans en daarna ook een kans op 1-1 van bij de omloop van Doken. Hè, de voorzet die Robin Moulin binnen moet schieten. Ja, het komt beide kanten. Toen kregen wij wel de overhand na de eerste 10 minuten. Ik vond dat we echt goed gingen voetballen en goed kansen uitspeelden. Ja, ik ben wel tevreden over de eerste helft. Begin tweede helft zie je dat we het even weer lastig krijgen. Ze gingen iets anders spelen. Met 3 man hoog op middenveld. Met 2 spelers. Ze zetten de nieuwe middenvelder in, nummer 15. Dat was een goede voetballer. Ja, dat heb jij goed gezien. Dat vond ik ook. Daar heb ik even mee gesproken. Dat hij goed kon voetballen. Alleen gesproken over voetbal of die volgend jaar naar Leeuwarden komen? En dat meen ik ook echt. Ik geef gewoon spelers geef ik complimenten als ik ze goede voetballers vind. En wat heel leuk is om misschien wat te vertellen. Ik heb van de week tegen Edgar Barreto gezegd van NEC, dat ik hem echt een goede voetballer vind. En na de tijd staat hij me gewoon op te wachten met een shirtje. En dat vind ik echt voetbal. Dat is genieten van voetbal en van en ook durven zeggen dat iemand goed kan voetballen. Nou, dat doe ik altijd. Dat vind ik dat het zo hoort. Je verliest van Volendam 2 weken geleden in de slotfase. Je speelt vorige week een moeizaam gelijkspel, waar je in principe ook had kunnen winnen als een paar ballen goed had gevangen. Vanavond zet je eigenlijk alles weer om met een 5-1 overwinning. Volgende week MVV. Is deze overwinning ook belangrijk voor de stemming in de groep? Ja, maar wij hebben niet een andere stemming gehad hoor. Vorige week hadden we gewoon 0-2, 0-3 moeten winnen. En dat gebeurt een keer niet. Nou, die gaan op een paal, binnenkant paal. Mitsje Paulus kop voor de lege goal naast. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Wij zijn maar gewone mensen, zeg ik altijd. En Volendam vond ik ook een leuke wedstrijd. En die hadden we misschien maar dicht moeten zetten, maar dat is ons spel. Dan wordt dan 0-1. En vorige week hebben we wel gezegd, we spelen 0-0. Maar verder is geen paniek geweest hoor.